Oké, okay, dus het is de bedoeling dat we, denk ik, over uw werk en uw leven praten, maar aan de hand van doctoraat. Dus het begint met een soort proloog over de geestelijke oefeningen van Ignatius. Waardoor daar wel een soort nadruk op komt te liggen. Ja, ja. Heb je dat daar ben ik verbaasd over. Mm-hmm. Omdat, ja... Nu, ik ben een beetje verbaasd over het hele boek, maar het hele boek vind ik een, ja, eigenlijk een verbluffende manier waarop ik mij van zaken een rekenschap heb gegeven. Ja. Waarop jij mij een rekenschap hebt gegeven van zaken waar ik blijkbaar... Ja, ik kan er niks over zeggen. Ik vind het wel een bijzonder hoofdstuk. Ja. Waar die zaken op een betrekkelijk begrijpelijke manier verstaanbaar worden gemaakt. Ja. Maar het is me nu beter lezen. Ja, ik kan niet meer normaal lezen, maar... Bij het herlezen van dat ook heb ik praktisch heel dat hoofdstuk herlezen en was ik erdoor getroffen. Mm-hmm. Want ik heb me bijvoorbeeld van die geestelijke oefeningen heb ik me nooit rekenschap gegeven. Trouwens, van heel de, van de ene kant voel ik me altijd nog jezuïet. En dat komt nu in de laatste. Ja, visioen die ik heb, komt dat soms terug. Maar, dus ik heb me nooit rekenschap gegeven dat ik iets heb geleerd van die zwin. Maar van de andere kant, het kruipt allemaal in u, zonder het te weten, blijkbaar. Dus oordelen naar wat hij schrijft, en ik heb daar het volste vertrouwen in. Ik weet niet hoe dat anderen daarover denken, maar ik vind het een fantastisch boek. In die zin dat het, ik weet niet hoe het klopt, maar het geeft toch een beeld van waar wij mee bezig zijn geweest. En dat eigenlijk wij niet alleen, maar dat een eeuwige problematiek zelf, maar die nu heel scherp wordt door het feit dat de kerk vooral, en daar heeft ze weer het voordeel van, één is jezuïet, de Seto is jezuïet, mm-hmm. en Bart is agnost, kun je zeggen. Een agnost van een bepaald type, waar het zo is. Maar de Seto heb ik natuurlijk gelezen en de Bart heb ik gelezen, maar ik heb nooit gelezen met dezelfde manier, op dezelfde manier waarop je ze nu op mij toepast. Dus. Maar het is misschien ook een manier om te verklaren waarom je zoveel geschreven hebt. Dat zou kunnen, ja. Heb je... Dat zou kunnen, ja. Heb je daar zelf een idee van of herinneringen wanneer dat iets geworden is dat je dagelijks deed? Of? Ik heb niet de indruk dat ik zoveel geschreven heb. Nee. Maar ik ben er altijd mee bezig geweest, dus blijkbaar. Achteraf gezien, maar op 60 jaar is dat niet zoveel, hè. Als je er continu mee bezig bent. Het was het enige wat ik deed, was eigenlijk iedere keer beantwoord aan wat men mij vroeg. Mm-hmm. En ik heb dat zo goed mogelijk geprobeerd, maar ik heb nooit een idee gehad dat daar iets achter stond dat uitgesproken kon worden. En dat zie ik nu in dat boek. Zowel dus voor dat eerste hoofdstuk over dat inleidend hoofdstuk eigenlijk, dat niet over mij gaat, maar over de Seto en Bart.
En die andere hoofdstukken waar je expliciet dus mij aan het woord laat. Hè? Ja. En daar sta ik zo verbaasd van dingen die ik geschreven heb. Ja. Dus in die zin begrijp ik ook dat jezuïet zijn is eigenlijk geen jezuïet zijn. Maar, of tenminste, het is de sterkte van het jezuïet zijn, denk ik. Ze hebben mij nooit over apostolaat gesproken, bijvoorbeeld, bij de jezuïeten. Maar ja, het was allemaal daarop gericht. Ja. He, dus, maar wij deden bij theologie. Ik herinner mij dat ik erg onder indruk was, hoewel ik daar geen letter meer van begrijp, van het Hebreeuws. Dus dat zijn zaken die ervaringen zijn en die bij mij blijven leven, maar zonder te weten dat ik daarop, steun. Hè. Mm-hmm. Ja. En als je dan in de jaren 60 of 50 eigenlijk al over kerkenbouw begint te schrijven? Ja, daar vond ik, dat hangt samen met de verschuiving van de moderne kunst naar de architectuur. Ja. Dus in die verschuiving komt gedeeltelijk ook weer, is gewoon praktisch. Het feit dat ik moest lesgeven in architectuur. Zowel voor de studenten ingenieur-architect als voor de kunsthistorici. In Leuven was dat dan? In Leuven was dat dan, ja. Maar ja, ik gaf overal. Ik gaf in Mons, gaf ik les in Antwerpen, ja. Heb ik les gegeven in Amsterdam. Maastricht heb ik twee, drie jaar met de fameuze bisschop later, hoe heet hij? Gijzen. Monseigneur Gijzen, die dus de kerk wilde redden van haar verval enzovoort enzovoort. Dus daar heb ik allemaal mee te doen gehad. Kerkenbouw, ja. Maar die kerkenbouw heeft zich een beetje aan mij opgedrongen, zoals alles trouwens. Maar daar is dat thema lag me in die zin. Dat daar alles samenkomt, hè? Dat de vraag daar echt zo gesteld wordt dat ze onontwijkbaar wordt. Hè? Moet je nog kerken bouwen, moet je geen kerken meer bouwen? De gemakkelijkste oplossing was te zeggen, geen kerken meer. En de jezuïet die daar een fameus artikel, maar ik kom op zijn naam niet meer. Een fameus artikel in Etude, hoe heet dat? Etude, heeft hij daar een fameus artikel gepleegd, waarover ik met hem ook contact gehad heb, waarin hij radicaal dus het bouwen van kerken afwijst. De Certeau zal dat nooit gedaan hebben. En ik ook niet. Ik heb altijd daar tussen een weg gezocht. Hoewel ik wist dat het, dat het een verloren zaak was, kerken bouwen. En dat je ze maar op één manier kon doen, door te vergeten dat je met een kerk bezig was, maar dat je architectuur wou maken. Het is misschien ook opvallend dat in het werk van Desauvage die overgang van kerkenbouw naar woningen ook zichtbaar is. Ja. Dat in de afloop van tijd steeds minder kerken en eigenlijk steeds meer woningen is. Ja. Hoewel ik op het einde zijn werken niet meer. Hij is dan ook de behoefte gevoeld, bijvoorbeeld dat project voor Leuven, voor Brugge. Ja. De Onze Lieve Vrouw. Ja, als Lieve Vrouw kijkt daar. Dat project dat hij daar gemaakt heeft, heeft hij ook geprobeerd om daar die postmoderne, zoals Charles van den Hoogen, bij Charles van den Hoogen zat het ergens in het werk, bij Mark was dat minder het geval. Hij had niet die, dit soort cultuur
van mijn ogen, waar ik ook altijd last mee gehad heb. Dat is het probleem natuurlijk, hè. Dat je dan iets schrijft, maar dat je nooit een volle de waarheid kunt schrijven eigenlijk. Alleen hetgeen dat je goed kunt schrijven op dat moment. Je kunt wel hier of daar voorbehoud maken, voor wat ze zelf schrijft. Maar ja, je moet toch echt een uitspraak doen. Hè? En die uitspraak betreur ik niet. Dat vind ik juist, nog altijd juist. Dat die standpunt die ik heb ingenomen voor Van den Hoven, voor iedereen eigenlijk, voor Van Reet, voor De Leu, voor Cola. Ja, het zijn allemaal mensen ja, die mij toen aanspraken, maar die ik niet kende. Die mij totaal, ja eigenlijk op mijn weg kwamen. Mm-hmm. Op mijn weg. Ik weet niet of ik een weg heb, maar... maar ja, dus daarin maakte duidelijk dat ik wel, ik heb zelf gezegd, het stoorde mij dat ik altijd hetzelfde herhaalde, maar ja, er was maar één ding te zeggen op dat moment, en dat was dat, wonder. Maar ja. En heb je vaak, als je bijvoorbeeld over eerder over woningbouw in plaats van over kerkenbouw ging schrijven, daar altijd een soort vrijheid in gevoeld om dat te kunnen doen? Ik bedoel maar, als je kijkt naar wat er met Ars Sacra is gebeurd, daar is toch heel veel van bovenaf kritiek op gekomen. Ja, maar ik had geen contact met niemand. Ik leefde mijn eigen leventje. Had het dat ook mogen zijn, maar... Ik heb nooit iets aangetrokken van die kritiek. Of ik nu gewaardeerd werd of niet gewaardeerd werd, tot daar aan toe. Maar ja, ik werd uitgenodigd door de bisschoppen van Nederland om hen te zeggen wat ik vond van kerkenbouw. Mm-hmm. Ja, en dan zeg je ja. Maar dan zeg je niks in die zin. Dus je reageert daar niet op. Maar het wijst er wel op dat, dat wat gezegd, dat gehoord wordt. Hè. Dus dat is wel iets. Maar ja, je bent daar niet mee bezig. Maar ik was daar niet mee bezig. Dus. Nee, maar soms werd je misschien wel. Stel ik bijvoorbeeld, nee, maar dat is belangrijk wat je daar zegt. Van kerkbouw en wonen. Mm-hmm. Want het wonen was hetzelfde probleem als voor de kerken. Hè. Je zit daar precies met dezelfde reflexen. Dezelfde. Ja, reflexen is het woord niet, maar. Dezelfde voorschriften, eigenlijk, onbewuste voorschriften. Waarin men denkt dat men moet volgen, waarin men denkt dat men zijn eigen positie moet duidelijk maken, zoals in de kerkenbouw. Hè. Ja. Maar bij kerken zou je denken, heb je een instituut als de kerk dat heel veel bepaalt? Ja, dat is juist, maar ja, dat instituut kun je hetzelfde zeggen. Als van de woondiscipline die opgelegd wordt. Hè. En dat komt misschien nog te weinig bij mij tot uitdrukking. Dus ik heb me te veel op de onmiddellijkheid gegooid. Maar ja, ik dacht altijd dat ik duidelijk was, dat ik elders schreef, dat ik eenvoudig woorden gebruikte en nu zegt iedereen dat ingewikkeld is. Maar dat is het grote probleem dat van vandaag. Dat je ervaart hoe vast dat je zit in een bepaald denkpatroon. Hè. En daar kun je tegenin gaan.
Maar dat is niet het essentiële. Dat je daar tegenin gaat, dat je dat verbetert. Je moet daar vanaf. En dat is hetgeen wat de bergsituatie geleerd heeft. En wat in het algemeen over architectuur te vertellen en over wonen en kerkbouw te vertellen, is dat dat allemaal ja, voorbij is. Hè. Dat dat geen geldigheid meer heeft vandaag van vandaag. Dat we heel anders leven en heel anders zijn dan de manier waarop wij tot uitdrukking brengen. We kunnen ons niet voorstellen dat we een vrije, ja, niet gebonden religie hebben, bijvoorbeeld. Terwijl dat is een van de eerste inzichten die mij altijd lief geweest is, geweest zijn, is dat het christendom eigenlijk de religie afschaft. Christus eigenlijk de religie afschaft. Maar ja, moet in dezelfde affirmatie moet je zeggen, er is een religie nodig. De mens heeft een religie nodig. Wat mij ook is eigenlijk misschien nog meer bij het maken van dit boek is opgevallen, is het maatschappelijke, de grote maatschappelijke rol die in uw teksten aanwezig zit. Dus dat je altijd een soort, eigenlijk altijd wel begaan bent geweest met de manier waarop de maatschappij evolueert. Ja, maar dat is, ja, kun je niet anders, hè. Van mijn standpunt uit, ik had geen andere, geen ander uitgangspunt dan, ja, ik zat vast natuurlijk in een familiale traditie, in een college traditie van de jezuïten. Dus dat heb ik allemaal opgeslorpt, mm-hmm, in zekere zin. Maar ik zat daar niet aan vast. Dat was geen definitieve waarheid voor mij. Dus die maatschappelijke vind ik, ja, dat is iets wat essentieel is. Dat was een van de eerste dingen die mij opgevallen is. Als ik mij iets met wonen heb meegemaakt, dat men alleen het wonen kon beperken tot een bepaald huis. Dat klopt niet, hè. Dat klopt gewoon niet als je gewoon kijkt. Je mocht nu gelijk welke opinie hebben. Het huis staat altijd in een landschap. Mm. Of het nu alleen staat, of met in de stad staat, of. Dus je bent altijd, en dat is ook een van de redenen van mijn interesse voor architectuur, omdat architectuur dan een sleutelrol inneemt. Architectuur is iets wat eigenlijk niet bestaat, wat dat voortdurend gemaakt wordt en voortdurend zichzelf realiseert, maar wij hebben er een discipline van gemaakt met eigen wetten, met eigen ideaal die nooit echt zijn geweest. En die ook vanaf het begin met bijvoorbeeld met de normen, mm-hmm, al tot uiting komen. Ja. Dus als je die oude auteurs neemt, lezen we die verkeerd gewoon. Zij waren veel meer bezig met die maatschappelijke band van de architectuur dan wij denken, dan wij gewoon zijn waarin de architectuur wordt voorgesteld als iets aparts. Dus voor mij is architectuur, ja,
Ja, wat was architectuur? Ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet het nog niet, maar... Maar misschien is architectuur ook altijd wel een manier geweest om... Al was het dan maar de illusie in leven te houden dat er nog iets van te maken valt van die maatschappij. Ja. Want niet alleen heb je altijd met de maatschappij bezig gehouden, of de, maar ja, er ook altijd op een redelijk positieve manier in geloven. Dat zeggen de pessimisten en de negativisten daarin, vind ik eigenlijk onoprecht. Ik vind niet dat ze, je ziet wat er gebeurt. En waar de mensen toe in staat zijn. Mm-hmm. En toch blijven in staat blijven. Niet eens dan de meeste moeilijke normaal gesproken zeg je, stop ermee. Hè? Mm-hmm. Dus dat is, er is zoveel tegenkanting. Er zijn zoveel stomme dingen die gebeuren. Dat zijn heel veel administratie. Dat is een flop. Hè? Mm-hmm. En ja. Dus daar moet je allemaal aan voorbij. Dus als je dat ziet, wat er niet tegenstaande, al die negatieve elementen, dat er toch, kun je niks anders dan positivist of realist, zoals je het wilt noemen, zijn. Dus dat heb ik altijd. Ja, ik heb daar altijd iets, dat was misschien flauw van mijn kant, maar. Ik heb altijd iets gehad tegen die mensen die deden alsof het dan niet aantrok. En nu heb je nog, als je televisie, je moet maar televisie opzetten, dan heb je nog acht op 10 mm-hmm. gevallen die in die zin wijzen. Dus, ja, dat vind ik dat niet kan. Mm-hmm. Dat niet juist is. Dat ze gewoon de vertekening van de werkelijkheid is. Maar er zijn natuurlijk ook misschien manieren om op een meer... Ik denk nu aan de jaren 70 heb je vaak over Tafuri geschreven. Over? Tafuri. Ah, ja, ja, ja. Die misschien op een iets... Die iets meer de tragiek benadrukte van... Tafuri heeft duidelijk gezien dat het niet meer kon, hè. Mm-hmm. Maar... hoe moet ik dat zeggen? Hij had de moed niet. Wie heeft dat dan betaald door... met architectuurgeschiedenis. Zich te werken op architectuurgeschiedenis. En niet meer met de actualiteit bezig te zijn. Dus daarmee heeft hij het opgelost. Maar ik weet eigenlijk niet, ik herinner me nu niet hoe dat hij... Heeft hij het haar een einde gemaakt? Nee, zeker hè? Nee, denk ik niet, maar hij was wel... Ja, hij was pessimistisch, ja. Hij was pessimistisch en ook wel... Ja. Hij dronk ook wel veel, dat schijnt. En? Hij dronk wel veel. Ja. Maar hij schrijft bijvoorbeeld over dingen over architectuur die door u zijn tegengesproken. Bijvoorbeeld dat architectuur niet meer mag of kan communiceren. Ja, dat is iets wat je nooit dit soort zaken zijn voor mij de evidentie zelf dat architectuur communiceert. Ja. Maar hij zou dan zeggen, wat je communiceert, dat zijn leugens en dat zijn, zijn commerciële praatjes. En dat is voor een groot deel waar. Ja. Dus mijn houding tegen Tafuri is dat Tafuri altijd de juiste analyses gemaakt heeft, de juiste symptomen mm-hmm. heeft onderkend, maar dat niet daarin geen positieve waarde heeft erkend, mm-hmm. die er wel in zit. Maar die zelf hier in de, als je hier bij ons die rustieke villa ziet, dat is natuurlijk zielig. Als je denkt dat de mensen daarmee bezig zijn, dan zeg je, hoe is dat mogelijk? Maar van de andere kant, ze zijn met iets bezig.
En ze willen zich ofwel onderwerpen ofwel tegen de zin in, de richting in waarin de grote stroom gaat. Maar ze zijn altijd met iets bezig, ze zijn altijd, ze proberen nog altijd iets, ze maken nog altijd iets. En dat is het belangrijkste, vind ik. Maar ja, ja. En soms zou je het ja, heel anders willen, maar ja, het is niet helemaal zo. Hè. Je hebt het straks ook over Philibert de Lorme gehad. En ook als je over die 17e of 16e of 18e eeuwse architecten schrijft, dan valt ook altijd op dat je vooral de nadruk legt op de gelijkenissen met de situatie nu. Ja, exact dezelfde situatie. Het is exact hetzelfde. De verstandigen onder hen, die zich niet beperken, schrijven allemaal hetzelfde, zelfs Blondel, die de academie dus gevormd heeft. Ja, ze herhalen hetzelfde. Ik kan het niet beter zeggen dan de Lorme bijvoorbeeld. Of gelijk wie. Je kunt bijna iedereen, Viollet le Duc, is een van de eerste mensen die mij geleerd heeft wat geschiedenis eigenlijk is. En hoe dat je geschiedenis aanpakt. En als je zegt, hij heeft u geleerd wat dat geschiedenis is, op welke manier is dat dan niet precies? Door te tonen dat geschiedenis heel relatief is, dat de dingen niet echt veranderen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, zijn verwijzing naar de gotiek bestond daarin, hè. Want te zeggen, in de gotiek is werkelijk, hè. Is hetgeen men heeft gedaan, wat men, ja, waar men behoefte aan had. Hè. Dus men heeft nooit, de gotiek is niet gemaakt om te pronken van de Renaissance bijvoorbeeld. Dus dat heeft hij duidelijk, Jules Le Duc heeft dat duidelijk gemaakt aan, hij schrijft hetzelfde als de Lorme eigenlijk. Kun je zeggen. Maar ja. Maar ik ben dat ook, ben daar allemaal. Door het feit dat ik niet academisch met die dingen bezig was, dat ik de Lorme niet beschouwde als een kunsthistoricus, maar als een architect. Dus, kwam ik tot die constataties. Dat was zomaar evident, maar dat was ook evident voor de kunsthistorici om op een kap te zetten natuurlijk. Maar ja, ik heb daar nooit iets van aangetrokken. Tegelijkertijd, als je zegt dat heel veel dingen hetzelfde blijven, kan je ook wel vaststellen, ook doorheen je werk, dat je vaak heel duidelijk heb beseft dat sommige dingen niet meer mogelijk zijn. Dus dat dingen die twintig jaar eerder nog evident waren, plots volledig achterhaald zijn. Ja, maar wat overblijft, ja, het verandert voortdurend natuurlijk. Ja. Dat is evident. Dat is, en ik ben de eerste geweest om die verandering te verdedigen en zich daarbij aan te sluiten, gewoon uit, ja, waaruit. Ik weet niet waar dat uitkomt, maar die verandering ligt, en dat is bijvoorbeeld het voorbeeld van Im Zaap, dat je kunt aanhalen, dat is tijdeloos. Je mag veranderen wat je wil. Mocht er alles aan veranderen aan die steden. Maar
die mentaliteit die blijft dat het wonen iets is dat niet individueel is, maar dat het hoort tot de stam, tot de clan, tot, ze hebben ook een voorschrift en een regel enzovoort, maar dat blijft hetzelfde. Zelfs als nu, wat we nu meemaken, dus het afbreken van die stelligheid die ze in de 18e eeuw nog altijd hadden en die bijvoorbeeld uit de uitdrukking komt in de revolutie, de Franse revolutie. Dus al die zaken vallen weg, maar ja, het wordt niet anders in die zin. Dus alles blijft, maar moet een nieuwe gestalte, een nieuwe vorm krijgen, waarin die bevrijding van die stelligheden bewerkstelligd wordt. Mm-hmm. En daar zijn we niet toe in staat.